zoveel. Barbie is natuurlijk vooral bekend van de reality soap OO Gerso, die 3 jaar geleden alweer op de buis kwam. Haar beste openingszin is gewoon: hey, spetter. Maar daarna kreeg ze ook haar eigen programma's, zoals Barbie's Bruiloft en nu ook Barbie's Baby. Maar zo vlak na de bevalling van baby Angelina eist de roem zijn tol. Haar manager besloot daarom in te grijpen. Ja, ze heeft zelf niks aangegeven, maar ik zie gewoon dat het een schijtageslag is. En we moeten natuurlijk wel beseffen dat we vanaf 24 januari aan een serie zijn begonnen die de Bruiloft heet. 1 april na het huwelijk is er eigenlijk achter elkaar doorgedraaid. En de camera's die zijn afgelopen dinsdag voor het eerst uitgegaan. En dan moest ze tussendoor ook nog even haar rijbewijs halen. En begon ze met haar Annabelle's Martin. Ja, het is weer een droom die we waar hebben gemaakt. Zeg maar. Ik heb een dochter. We zijn eerst getrouwd, toen een dochter en nou een bar. Er zijn een heleboel journalisten en cameraploegen die Barbie willen spreken. Maar voorlopig gaat dat even niet. Nou, er waren natuurlijk een hoop media en echt grote media die we moeten laten schieten. Carlo en Irene bij Live for You. Ik hou van Holland, Belinda de Mol, Peter van der Vos ziet sterren. Dus ja, niet de minste programma's. Alleen, het houdt een keer op. Maar de fans kunnen opgelucht ademhalen. Want het zal niet heel lang duren voordat Barbie weer terug is. Nou, we hebben met RTL afgesproken dat er sowieso nu minimaal een week mediastilte is. Dat is ook al naar buiten toe gecommuniceerd door de bladen. En we gaan kijken per week hoe lekker ze zich voelt en wanneer ze weer in kan stappen in het traject televisie.